Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een zwakke storing die van zuidwest naar noordoosten over het land trekt. Op de satellietfoto kunnen we de bijbehorende bewolking ook over ons land zien trekken. Aan de voorzijde was vanochtend nog wat ruimte voor de zon, met name in het oosten en noordoosten. En de achterzijde van de storing die zien we inmiddels ook al naderen. Die ligt op dit moment boven het zuiden van Engeland en het noordwesten van Frankrijk. Die opklaringen die gaan later op de dag wel volgen, maar voor die tijd hebben we dus nog veel bewolking en er trekt ook wat regen of motregen over het land. Het stelt niet heel veel voor, maar u kunt er toch even nat van worden. Het wordt 9 tot 11 graden en verder waait er vanmiddag een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Die is matig boven land, of vrij krachtig, windkracht 4 of 5, en in de kustgebieden krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vanavond gaat de wind langzaam aan draaien naar het zuidwesten en begint dan ook langzaam wat af te nemen. De bewolking en de regen trekken grotendeels weg en vanuit het westen uit gaat het wat meer opklaren. Maar aan zee is wel een enkele regen of zelfs onweersbui mogelijk. Want hoger in de lucht wordt het een stuk kouder en dat betekent dat de buien steviger kunnen worden. Ook vannacht met name in de kustgebieden nog kans op een enkele regen of onweersbui. In het binnenland wordt het meest droog en bij flinke opklaringen koelt het dan af naar zo'n 8 tot 6 graden. De wind wordt zwak in het binnenland en vrij krachtig nog aan zee, windkracht 3 tot 5. Dan morgen overdag een vrij aardig weerbeeld. Vrij geregeld zon, zeker in het binnenland. In de kustgebieden wat meer bewolking en ook kans nog steeds op een enkele bui. Maar later op de dag zal het ook daar grotendeels wel droog worden. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden en er waait een matige aan zee vrij krachtige, soms eerst nog krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6 dan dagen daarna. Op de zondag ziet het weerbeeld er weer wat somberder uit. En kan er ook een klein beetje regen vallen. Maar opnieuw, veel naam mag het niet hebben. Het wordt dan een graad of 12. Maandag en dinsdag is er vaker ruimte voor de zon. Maar helemaal droog blijft het ook op die dagen niet. De middagtemperatuur ligt wel tussen de 12 en 13 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.